Enig idee wat 's werelds allersterkste straat Jaguar was ooit? Juist, de XJ220. Hij kostte begin jaren 90 in Nederland 1,8 miljoen gulden. Had 549 pk en Martin Brundle reed op het Italiaanse Nardo ooit 349 km per uur met die auto. Maar nu is er een nog sterkere Jaguar. En dat is de Jaguar XKRS. En deze auto heeft zeggen en schrijven 1 pk meer als zijn roemruchte voorvader. De presentatie van de XKRS is natuurlijk indrukwekkender dan die van de XKR. Dit is nieuw, deze luchtinlaat, deze kennen we al. Maar eigenlijk is het aangezicht van de voorkant totaal anders. Deze splitter is anders, deze sidewing is nieuw. Wielen, 20 inch, dat was bij de XKR ook, maar deze zijn lichter. Dus is het onafgeveerd gewicht ook lichter en dan gaat hij weer makkelijker een bocht om. En deze hier is ook een beetje anders. Koolstofvezel, dus ook weer licht. En daaronder zit een diffuser, die... Vier hele dikke pijpen waar een enorme partij herrie uitkomt, maar die diffuser, die is ook weer anders en ook weer van carbon. De XKR was dus volgens de fabriek en volgens sommige klanten niet snel genoeg. Dus wat dachten ze bij Jaguar? We schroeven die compressor die op die V8 zit, die schroeven we een beetje op. We zorgen dat er meer lucht en meer brandstof door die V8 gaat. En dan komen we aan 550 pk. En dan heb je dus een top van 300 km per uur. En dan rij je in Nederland in de regen. En dan heb je echt helemaal niks aan. Kijk. Wheelspin bij 120 km per uur. Gewoon even terugschakelen. Het is echt niet te doen. Onderuit is er natuurlijk van alles aangepakt. De wielen zijn lichter, dat vertelde ik al. Maar de geometrie, dus de stand van de wielen, die is ook aangepakt. En dat betekent dat deze auto net weer even iets makkelijker instuurt. En op een circuit is dat natuurlijk fantastisch. Dat zo'n ding heel makkelijk die bocht in gaat. De achterkant zit los, dus dat betekent dat je snel dwars kan. Ja, en op een circuit of op een droge weg betekent dat je de auto met het gaspedaal kunt sturen. Maar als het dan dus regent, zoals hier, dan heb je dus gewoon in rechte lijn wielspin. En dan gaat de auto, die beweegt gewoon. Ik geef nu vol gas. En dan heb je een witte streep. En dan rij je gewoon recht. En dan heb je een heel klein beetje verkanting. De weg loopt een beetje af en dan glijdt de auto al weg. Dus ja, het is wel een serieuze auto. Kijk. Dit is hem, het hart van de auto, 550 pk sterk. Het lijkt eigenlijk helemaal nergens op. Het is gewoon een hele lelijke plastic plaat, maar daaronder zit dus die V8, 5 liter inhoud met een hele grote compressor. Die compressor die zorgt ervoor dat er meer inlaatlucht doorheen kan. Hij versnelt als het ware die inlaatlucht. Nou, versnellen, dat zorgt er dan ook voor dat het meer wordt. En meer lucht is meer brandstof, dus weer meer pk's. Ik doe hem snel dicht, want het wordt zeiknat. Hij stuurt goed, hij stuurt scherp, maar de besturing past eigenlijk meer bij een Jaguar XJ, bij zo'n luxe auto, dan bij een echte sportauto. Er zou iets meer gevoel in mogen zitten. En, nou ik toch bezig ben, die versnellingsbak met dat rare knopje wat omhoog kan, dat werkt overigens subliem hoor. Die kun je bedienen met flippertjes achter het stuur. Hij heeft 6 verzetten en die pakken heel mooi in elkaar over. Dat is heel goed uitgelegd, zoals ze dat noemen. Dus heel goed gekozen. Klopt precies. Wat jammer is, is de tijd die de bak nodig heeft tussen de versnellingen. Als je dan overschakelt, kijk, dan neemt hij daar gewoon net even ietsje te veel tijd voor. Dat zou iets sneller moeten. Dan wordt het ook weer wat meer racy. De XKRS is geen hardcore sportauto. Het is geen 911 GT3 RS of een Scuderia Ferrari. Nee, het is een GT. Een Gran Turismo. Een auto waarin twee personen met bagage, voorzien van alle luxe,
op hele hoge snelheid mee door Europa kunnen rijden. Dat is van oudsher een GT en dat is deze auto. Het is dus een echte Jaguar met een vleugje comfort, met heel veel snelheid en een heel klein vleugje dynamiek ook. En precies dat ontbrak bij de XJ220. Nou kan deze XKRS 300 km per uur, maar ik ga het niet doen. Wat is namelijk het geval? Ik heb vorige week een hele lelijke brief gekregen van een kijker, want die had mij zien rijden in een Corvette ZR1 met 330 km per uur. Nou, belachelijk en dat kon allemaal niet. Het was in Duitsland overigens, maar nee, het was echt gekke werk. Een beetje dwars mag wel, Trok. Dat kon echt niet, want het, dat was levensgevaarlijk en dan kon je auto's tegenkomen. Nou goed, hoe dan ook, ik doe het niet. U heeft gewonnen, meneer. Sorry voor die andere 3 miljoen kijkers, maar we gaan het niet doen.